Hey, Hoe ben je toch? Ja, het gaat nog steeds niet zo heel goed. Hoe gaat het met de videoles nu? Ben je al ver? Nou, ik wil net beginnen met hoofdstuk 2 opnemen. Weet je wel, met Kant en Bentham. Bentham en Kant en Freud en Arendt. En Platon, Aristoteles en Fukuyama en Sloterdijk zijn allemaal favoriete filosofen van mij. Kan ik niet gewoon inspreken of zo? Via FaceTime, via Skype? Nee, jij gaat gewoon lekker slapen. Ik ga die filosofen uitleggen en jij gaat voor je gezondheid zorgen. Nou, vooruit. Toch ga ik maar luisteren naar mijn lichamelijke behoeften, denk ik. Lijkt me goed idee. Sterkte ermee. Nou, jij ook. Hey, beterschap. Doei. Hoi en welkom terug bij hoofdstuk 9, nu deel 2. In deel 1 hebben we de lichamelijkheid in het algemeen behandeld. We zijn steeds vrijer geworden in onze houding tot ons lichaam, maar die vrijheid, zoals alle vrijheid in de moderniteit, heeft ook zijn nadelen. Dat hebben we net gezien. In dit deel behandelen we enkele filosofen. Volgens Jeremy Bentham zijn we juist autonoom als we genot nastreven en pijn vermijden. Maar volgens Immanuel Kant zijn we juist vrij als we met onze reden weerstand bieden aan de genotsprikkels. Freud zegt dan dat we die bewuste keuze tot weerstand helemaal niet kunnen maken en dat we geleid worden door onbewuste driften. En Hannah Arendt laat zien dat onze moderne nadruk op arbeiden ertoe leidt dat alles gezien wordt als goederen om te consumeren. Nou, inclusief ons lichaam dus. Als laatste zullen we bekijken hoe de Stoïcijnen, Plato, Aristoteles, Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk aankijken tegen lichamelijke en andersoortige verlangens. Aan de slag. Van oudsher is er in de filosofie nogal neergekeken op het lichaam. Het was de kerker van de ziel bij Plato. En ook latere filosofen meenden dat we onze lichamelijke behoeftes maar beter konden negeren. Op zoek naar datgene wat ons puur menselijk maakt, de ratio. We gaan straks in op Kant die ook zoiets dergelijks zegt. Toch zijn er ook enkele filosofen geweest die vrij positief waren over het lichaam en over lichamelijke behoeftes. Een van hem was Jeremy Bentham. We kennen Bentham al van zijn Panopticon, maar hij staat beter bekend als de grondlegger van het utilitarisme of utilisme. We gaan ervan uit dat je Bentham al eerder in de vierde of vijfde klas hebt behandeld, dus we hoeven hem niet hier uitgebreid te introduceren. Wat voor ons huidige onderwerp belangrijk is, is dat we volgens hem altijd moeten kiezen en zullen kiezen wat genot veroorzaakt en pijn vermijdt. Dit is zijn beroemde nutsprincipe, van het Latijnse utilus of nut. Een handeling is nuttig als het plezier, geluk of voordeel teweeg brengt, of wanneer het in ieder geval pijn of ongeluk tegengaat. Een handeling is niet nuttig wanneer het meer pijn dan genot oplevert. We moeten hier wel bij opmerken dat pijn niet simpelweg de au-prikkel is. Hè? Als je walgt van de smaak van de spruitjes, dan is dat ook pijn. Zo is ook genot niet alleen datgene waardoor je een wauw-ervaring krijgt. Hè? Stel dat je een goed boek leest of een fijne tijd hebt aan het strand, dan is dat ook genot. Dus pijn is niet alleen au en genot is niet alleen wauw, dat je het even weet. Het gaat hier dus om de gevolgen van een handeling. En daarom wordt zijn utilitarisme ook wel een consequentialistische ethiek genoemd. Goede handelingen zijn handelingen die goede gevolgen hebben, dus in het geval van Bentham, plezier en genot. Slechte handelingen zijn handelingen die slechte gevolgen hebben, dus pijn en ongeluk. Die moeten dus vermeden worden. Duidelijk. Wat we hier zien is dat Bentham het hele menselijke handelen eigenlijk reduceert tot twee principes, pijn en genot. Dat zijn hele lichamelijke zaken. De mens is dan ook, volgens Bentham, een belichaamd zelf dat allerlei lichamelijke prikkels ondergaat. We ervaren pijn, we ervaren plezier. We kiezen liever voor genot dan voor pijn. Dus Ben weer. Wat wil nou weer? Dag broer. Hoi. Ik zat me net af te vragen, heb je het al over Bentham gehad? Dat wou ik net gaan doen. Je weet toch wel dat niet alle vormen van pijn en plezier precies gelijk aan elkaar zijn, hè? Kijk, het drinken van smerige hoestdrank is niet plezierig voor mij. Je zou het een soort van pijn kunnen noemen. Maar ik word er wel uiteindelijk minder ziek door. Ja. Echt waar, hoop ik.
na zoveel weken. Uiteindelijk minder pijn dus. Dus blijkbaar is er een soort van rekensommetje dat we kunnen maken. Een hedonistische calculus, zoals Bentham zegt. Nou, nu mag die rekensom natuurlijk niet enkel in het teken staan van alleen mijn plezier of genot. Of alleen jouw individuele plezier of genot. Het gaat bij Bentham om dat we moeten zoeken naar het grootste geluk voor de meeste mensen. De meeste mensen. En dat leidt tot moeilijke vragen. Hè? Kijk, het verhogen van de belasting bijvoorbeeld, dat is pijnlijk. Maar als we daardoor meer geld over hebben om het stikstofprobleem op te lossen, ja, dan wordt iedereen er beter van. En is dat dus een goede handeling? Toch, zou je denken? Misschien. Er zijn mensen die het daarmee oneens zijn. Het is dus niet altijd even makkelijk om in te zien wat nu precies leidt tot het meeste geluk voor de meeste mensen. En vooral op welke termijn dat zo is. Dat weten we niet. Ja. Dat is het probleem. Wat op dit moment het meeste geluk voor jou is, denk ik, is dat je gewoon weer terug gaat naar bed. Gewoon gaan slapen. Ik leg de rest eruit, echt waar. Oké. Nou, hey, tot ziens. Doei. Een ander probleem met deze rekensom is dat we deze stijl van redeneren meestal ook toepassen in ons normaal modern denken. We bekijken alles in termen van kosten en baten, een rekensommetje dus. Datgene wat leidt tot genot vinden we goed. Datgene wat leidt tot pijn vinden we slecht. Maar dat betekent dus dat we geen moeite willen doen, want moeite is moeizaam en dus pijnlijk. Studeren is moeizaam. Netflix kijken leidt tot genot. Dus waarom zou je studeren als je ook Netflix kunt kijken? Onze moderne maatschappij werkt precies hetzelfde. We willen zoveel mogelijk lichamelijke, korte termijn genot en hebben geen oog voor de lange termijn. Maar, zo zouden we tegen Bentham in kunnen brengen, als we inderdaad gericht zijn op genot en pijn, betekent dat dan niet dat we worden gestuurd door lichamelijke behoeftes? Dan zijn we niet echt vrij. Dat lijkt op gespannen voet te zijn, te staan met de mens als autonoom wezen. Volgens Immanuel Kant is dat inderdaad het geval. Stel dat je na het kijken van een aflevering van je favoriete Netflix-serie als het ware automatisch doorgaat naar de volgende aflevering, totdat je het hele seizoen hebt gebingewatched. Dan laat je weer volgens Kant leiden door een neiging waar je niet zelf voor hebt gekozen. Je bent dan dus heteronoom, niet autonoom. Je bent pas waarlijk vrij, zo zegt Kant, wanneer je weer aan het studeren zet na het kijken van een aflevering. Daar kies je immers voor met behulp van je ratio, je reden. Je dwingt jezelf om iets te doen wat je eigenlijk wel wilt, maar wat moeite kost. De goede wil, oftewel het vermogen om jezelf te bepalen, is wat volgens Kant ons autonoom maakt. En dat betekent streng zijn voor jezelf en jezelf het genot van nog een aflevering ontzeggen. Stel nu dat je wel een hele dag aan binge-watch bent geweest. Heb je dan iets bereikt? Kun je trots zijn op jezelf? Nee, want jij bent niet degene geweest die de beslissing heeft gemaakt. Je hebt simpelweg geen beslissing gemaakt en je hebt je toegegeven aan je onbewuste neigingen. Of stel dat je de hele dag op bed ligt en niet gaat sporten. Dan geef je toe aan de lichamelijke neigingen voor geen moeite te doen. Maar je bent pas trots op jezelf als je wel gaat sporten of als je wel van de bank afkomt om te gaan studeren. Dan willen we zelf het goede. Dan oefenen we onze autonomie. Kant zou het dus volstrekt oneens zijn met de utilitaristische gedachte van Bentham dat we genot moeten nastreven en pijn moeten vermijden. We moeten de pijn juist opzoeken en genot uit de weg gaan, juist vanuit de goede wil. Dan pas zijn we echt vrij. Poeh, ik ben zo hard aan het werk. Ik heb wel een pauze verdiend. Ik heb zin in een koekje. Die is wel erg lekker. Weet je wat? Nog één koekje dan. Nog eentje om het af te leren. Het zijn maar kleine koekjes namelijk, hè? Lekker. Oh, lekker. Dan zijn ze zo klein. Ik neem nog eentje dan. Nog maar eentje. Ik voel me niet zo goed. Ik heb ook alle koekjes opgegeten. Ik had beter naar Kant moeten luisteren. Als ik was uitgegaan voor de redelijkheid in plaats van mijn lichamelijke behoefte om koeks te eten, dan was het niet gebeurd. Oh, ik denk dat ik even naar bed ga. Voel me niet lekker.
Het is niet aan ons om te bepalen wie er gelijk heeft, Kant of Bentham. Daar moet je zelf een beargumenteerd standpunt over kunnen innemen. Wat beide denkers in ieder geval gemeen hebben, is dat we, volgens hen, bewust kunnen kiezen. Bij Kant kunnen we met de goede wil, bewust, rationeel dus, kiezen voor een goede handeling. Bij Bentham kiezen we bewust voor genot. Maar wat als zo'n bewuste keuze tussen je neigingen niet mogelijk is? Misschien onttrekken onze diepste driften zich wel van ons rationele bewustzijn. Dat is precies wat de psychoanalyse van Sigmund Freud ons heeft laten zien. Wat we echt willen, onze passies, manifesteren zich buiten ons bewustzijn om, bijvoorbeeld in ons consumptiegedrag, zo zegt ook Eindhem 54. We zullen hier kort Freud behandelen, maar ook hier gaan we ervan uit dat je Freud al eerder bent tegengekomen in de vierde of de vijfde klas. Nou, bel weer, wat is dat nou? Hey, broer. Hoi. Oh, hey, ik had net een idee. Heb je Freud al behandeld? Ja, daar was ik net mee bezig. Ja, mooi, want het geniale van Freud, en dat weet je vast wel, is dat hij het onbewuste zo belangrijk ging vinden. En ik dacht net, ja, dat is ook gewoon waar. Misschien, zegt hij, vinden bepaalde driften in ons onbewuste hun weg naar buiten en beïnvloeden ze ons gedrag op onbekende manieren. Dat is wat Freud zegt. Je hebt vast wel eens gehoord van die driedeling in de menselijke geest, die Freud teweeg brengt. Je hebt het ik, het uber-ik en het es. Het rationele bewustzijn, dat is het ik, het ik. En dat is wat de beslissingen maakt, dat ben jij. Maar dan is er ook nog een uber-ik of een boven-ik. Vergelijk het maar met je geweten. Die fluistert de hele tijd in wat je zou moeten doen of wat de samenleving van je verwacht. Ga sporten, dat is goed voor je. Kom op, ga studeren, anders hou je nooit voldoende zoiets. Of ook dingen als niet met je eten spelen of niet met je mond vol praten. Het uber-ik. Jeetje. Het uber-ik is het geheel aan geïnternaliseerde regels. En dan is er het S. Het S, zoals Freud dat in het Latijn komt. Dat is het gedeelte van je onbewuste dat je eigenlijk niet wilt zien. Daar wonen de monsters, daar wonen de enge gedachten, de basale driften die vaak lichamelijk en ook heel vaak seksueel van aard zijn. Vergelijk het maar met een kelder in een huis. Kijk, je hebt je driften in een kelder opgesloten. En die driften die willen erkend worden, ze willen eruit. Maar jij, het ik, bewustzijn, staat dat niet toe, uiteraard. Maar die monsters die roepen en die gillen en de druk loopt op. En wat gebeurt er als de druk oploopt? Ja, hoe je het ook bent of keert, de druk moet van de ketel. En dus vloep je er plots iets uit, als een Freudiaanse verspreking bijvoorbeeld. Ja, of nog knieper, hè? Zo'n seksueel verlangen uit het S... transformeert zich tot een verlangen dat wel degelijk sociaal geaccepteerd is door je ik. Deze transformatie noemen we sublimatie. Het omzetten van seksuele verlangens in sociaal geaccepteerd gedrag. En het kan zich uiten in consumptiegedrag. Stel je voor, je hebt net een scooter op het oog. Eentje met subtiele, mooie rondingen waar je vrienden dan helemaal jaloers van worden. Freud zou dan zeggen, je botsviert je seksuele verlangens op die scooter. Maar dan op een maatschappelijk geaccepteerde manier. Ja, inderdaad, ja. Dus het cruciale punt is hier dat deze sublimatie buiten het bewustzijn omgaat. Je bent er niet bewust van. Je weet zelf niet eens dat je seksuele verlangens vervult door een scooter te kopen. Onze passies manifesteren zich buiten het bewustzijn om, al dus Freud. Super interessant. Ja, zeker, super interessant. Maar blijkbaar heb jij wel een hele sterke behoefte, sterke drift misschien wel, om toch iets in deze videoles te zeggen. Is dat heel misschien ook een sublimatie van een of ander seksueel verlangen misschien? Ik ga maar weer slapen, denk ik. Oh ja, lijkt me goed. Ik zet de rest van de videoles. Hey. Ajus. Nou doei. Wat Freud goed laat zien, is dat onze manier van kopen en consumeren samen kan hangen met onze diepste onbewuste driften. Er lijkt een verhouding te bestaan tussen onze consumptiecultuur aan de ene kant en ons mens zijn aan de andere kant. Hoe werkt het een in op het ander? Een andere filosoof die we in deze context moeten behandelen is Hannah Arendt. Zij maakt een onderscheid tussen drie basisactiviteiten die kenmerkend zijn voor het mens zijn.
Dus drie activiteiten waardoor we zijn wie we zijn. Dit zijn arbeiden, werken en handelen. Het onderscheid tussen de drie is subtiel, maar de gevolgen zijn levensgroot. Snel aan de slag dus. Met arbeid bedoelt Arendt al die activiteiten die we doen om te overleven. Denk aan de landbouw. Dat is een cyclisch proces van produceren en consumeren. Zodra ik mijn aardappels heb geoogst, eet ik ze op, heb ik geen aardappels meer en moet ik weer van voren af aan beginnen. We bouwen hiermee dus niets op. We blijven alleen maar in leven. Onthoud dat voor later. Arbeid levert geen bestendige wereld op. Werk daarentegen is duurzamer. Werk is het scheppen van duurzame zaken. We bouwen gebouwen. We produceren kunst. Ook dat is werk volgens Arendt. En we komen hierdoor uit de cyclus van produceren en consumeren. We maken iets dat de tand des tijds kan weerstaan. Overal om je heen zie je resultaat van werk. In het werken scheppen we een bestendige wereld waarin we onszelf terug kunnen zien. We hebben een wereld voor onszelf geschapen waarin er ruimte is voor cultuur en eigen menselijke identiteit. Let op, werk is dus niet hetzelfde als arbeid. Bij Arendt zijn de twee verschillende dingen. Arbeid heeft te maken met de eeuwigdurige cyclus tussen productie en consumptie. Werk bouwt aan een bestendige wereld. Als laatste is er handelen, of wat Arendt action noemt. Dit is een ander soort bouwen. Het is een bouwen aan een betere samenleving. Onder handelen verstaat Arendt elke publieke activiteit. Debatteren, samen argumenten afwegen, beslissingen nemen, politiek bedrijven, verschillende meningen serieus nemen, etc. Dit is de sfeer waarin je jezelf op het spel zet, waarin je jezelf kwetsbaar maakt en jezelf laat zien aan de anderen. Het is de sfeer van de polis, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2. Juist door werk en handelen worden we echt mensen, volgens Arendt. Maar juist werk en handelen staan in de moderne tijd flink onder druk. We zagen het al toen we Marx bespraken. De mens is een animal laborans geworden, een arbeidend dier. Dag in, dag uit zijn we bezig om zaken te produceren die even snel worden opgebruikt. Alles wat we produceren is vluchtig. Alles wordt een consumptiegoed. Een video gaat viral op YouTube, maar een week later is die alweer vergeten. Je koopt de nieuwste telefoon, maar een week later is die alweer achterhaald. We gooien makkelijk dingen weg en kopen even zo makkelijk weer nieuwe dingen. Zelfs de gebouwen die we maken, overleven hun makers niet meer. Een kantoor of schoolgebouw is na 30 jaar opgebruikt en wordt gesloopt. We leven niet meer in een bestendige wereld. Maar dat betekent ook dat we ons niet meer in de publieke sfeer van het handelen begeven en dat we niet met behulp van werk onze eigen identiteit kunnen neerzetten. We blijven vastzitten in de oneindige cyclus van productie en consumptie. We swipen en zappen ons suf, zeggen de auteurs van het boek, maar raken nooit ergens van vervuld. Dat lijkt het lot te zijn van de moderne mens. Best een pessimistisch beeld van de samenleving dus, maar het kan erger. In de samenleving waar het alleen maar draait om produceren en consumeren en waar lichamelijk genot de boventoon voert, is de kans op verslaving zeer groot. En daar moeten we dus iets mee. We hebben, met andere woorden, een lichaamsethiek nodig. Een manier van omgaan met ons lichaam en met onze behoeftes, waardoor we zaken als menselijke vrijheid en autonomie niet uit het oog verliezen. Een lichaamsethiek geeft als het ware bepaalde regels voor welke lichamelijke behoeftes wel en welke niet als belangrijke behoeftes mogen gelden. Het boek geeft 4 voorzetten voor een lichaamsethiek. Eentje vanuit de oud-Griekse Stoa, eentje vanuit Plato en Aristoteles en de moderne interpretatie daarvan met filosofen als Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk. Een voorzet vanuit de Joodse traditie en een voorzet vanuit het hindoeïsme. Omdat deze videoles nu al te lang duurt en omdat de eindtermen de laatste twee niet bevragen, zullen we ons voornamelijk gaan richten op de Stoa en Plato en Aristoteles. Hoe moeten we volgens deze denkers omgaan met de soms hevige behoeftes van dat lichaam dat we nou eenmaal hebben? Kort gezegd komt het standpunt van de Stoa op het volgende neer. Maak je niet druk. Onze passies slaan te snel om in negatieve gevoelens. Als je verliefd bent, maak je je zorgen dat ander niet van je houdt, of ben je misschien wel jaloers. Als je goed wilt scoren voor een toets of een sportwedstrijd, ben je zenuwachtig en slaap je dus slecht. Wij denken misschien dat het er nu eenmaal bij hoort,
Maar denk even terug aan wat we weten over de oude Grieken. Voor een oude Griek is stabiliteit of bestendigheid het hoofddoel. Die lastige passies maken het wel heel moeilijk om stabiel door het leven te gaan. Daarom, zo zegt de leden van de Stoa, moet je je passies ook onderdrukken. Denk logisch na over je verlangens. Stel, je bent verliefd en je weet nog niet of hij of zij ook van jou houdt. Nu, stel, je crush houdt wel van jou. Perfect, niets om zorgen over te maken. Maar stel dat je soulmate niet van je houdt. Ai, dat is jammer, maar alsnog heeft het helemaal geen zin om daar nu al zorgen over te maken. In beide gevallen heeft het dus geen enkele zin om te gaan piekeren. De Stoïcijn streeft daarom naar apatheia, onaangedaanheid, ofwel een manier van leven waarin je niet wordt aangedaan door je emoties of pathé. Houd je gevoelens in toom, onderdruk ze als het nodig is en laat je nergens door raken. Ons huidige woord apathie komt ook van dit concept, maar heeft dan een verkeerde lading gekregen. Apatheia betekent niet dat je nergens meer omgeeft, alleen dat je passies je leven niet meer laat beheersen. Voor de tweede vorm van lichaamsethiek hoeven we het oude Griekenland niet uit. Nog niet tenminste. De auteurs van ons boek grijpen terug op het eerdere onderscheid tussen de drie soorten ziel bij Plato en Aristoteles. Het vegetatieve deel, het strevende deel en het rationele of denkende deel. Denk hierbij voor het gemak terug aan de metafoor van de tweespan en de menner bij Plato. We hebben dit in hoofdstuk 2 al kort behandeld, maar we gaan ervan uit dat je deze metafoor in de 4e of 5e klas ook al hebt gehad. Het vegetatieve deel kun je met wat kunst en vliegwerk zien als het zwarte paard dat staat voor de innerlijke lusten. Veel eten, veel seks, zo min mogelijk inspanning en dus veel Netflix. Aristoteles heeft in zijn bespreking van de vegetatieve deel over epithumia. Dat is het streven in de mens dat betrekking heeft op dit deel van de ziel. Het streven naar genot dus. Het lustvol verlangen, zoals het boek het noemt. Maar niet al het menselijk streven is gericht op het bevredigen van de lusten. Het is niet voor niets dat het boek het tweede deel van de ziel het strevende deel noemt. In de metafoor van Plato is dit het witte paard dat vol met goede wil en moed en loyaliteit zit. Maar dat door de logos, ofwel de ratio, geleid moet worden. Goede wil, moed, loyaliteit, dit zijn hogere verlangens dan, laten we zeggen, snel een hamburger gaan halen bij een McDonald's. Stel dat ik besluit om te gaan sporten, dan heb ik daar een zekere pijn voor over. No pain, no gain, toch? Deze bereidheid om lagere behoeftes op te geven om hogere doelen te halen, komt voort uit het tweede deel van de ziel. Wat de auteurs aanduiden met het woord thumos. Ja, ik weet het, je schrijft thumos met een y, maar in het Grieks is dat upsilon, dus dan spreken we uit als thumos. Ja, deal with it. Thumos is een soort bezieling, een streven naar een hoger doel. Wat Plato en Aristoteles eigenlijk voorstellen, is dat er een hiërarchie in behoeftes is. De vegetatieve behoeftes als eten, drinken en seks, de epithumotische behoeftes dus, zijn lager en dus minder belangrijk dan de thumotische behoeftes, zoals het verlangen om voor je land te vechten of de behoeften om een gezond leven na te streven. We springen even een paar duizend jaar de toekomst in, naar hedendaagse denkers als Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk. Zij gebruiken het concept van thumos, goede behoeftes waardoor je je basisbehoeften op ze willen geven, om kritiek te leveren op onze moderne maatschappij. In het moderne denken over de economie gaan we er meestal van uit dat we onze basisbehoeftes volgen. Kijk maar naar wat Bentham zei. De mens zoekt genot op en vermijdt pijn. Nee, zeggen Fukuyama en Sloterdijk, de moderne mens is wel degelijk in staat om zijn of haar eigen genot op te schorten voor iets hogers, voor thumotische behoeften. En wat blijkt, ze krijgen misschien wel gelijk. In de moderne economie zijn er hele groepen mensen die niet per se het goedkoopste kopen, maar die graag wat meer geld uit willen geven als ze daarmee een biologisch product kunnen kopen, of als ze hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Blijkbaar volgen veel mensen niet alleen hun zwarte paard, maar laten zich ook leiden door andere keuzes die beter zijn voor iedereen. Misschien is er toch nog hoop voor de mensheid. Dat ben ik weer. Hey Ben, hoi. Hoi, sorry dat ik weer stoor hoor, maar kan ik nog iets doen misschien?
Nee, ik heb alles behandeld. De hele videoles is klaar. Alles? Ja. Alles? Oh, wacht. Je hebt Jeremy Bentham behandeld, Immanuel Kant, Sigmund Freud, Hannah Arendt, ja. Plato, Aristoteles, ja. Francis Fukuyama, Peter Sloterdijk, ja, al die eindtermen. Allemaal. Oeh, nou is inderdaad niks meer dat ik kan doen. Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk nog wel de drie leesteksten aan het eind van het hoofdstuk, die ook over de lichamelijkheid gaan. Hè? Die van Kant, die van Arendt en die van Bentham. Ja, ik denk dat we dat beter in een volgende videoles kunnen behandelen. Ja. Wat jij? Dan ben jij misschien ook wel beter. Ja. Ja, oké. Ja, doen we. Dan ga ik maar weer verder. Dan ga ik luisteren naar mijn eigen lichamelijke behoeftes. En ga ik daadwerkelijk maar slapen of zo. Beter worden. Ja. Ja. Hey, slaap lekker. Beterschap. En tot de volgende videoles. Dankjewel. Doei.